U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nederland is in de herfst beland. We zien dat in de natuur en we zien dat ook als we naar buiten kijken. Grijs en een beetje druilerig weer, alleen de wind valt nog erg mee. Dat grijze weer zien we ook als we naar de satellietfoto kijken. Nederland ligt in de cirkel en er is veel bewolking aanwezig en slechts af en toe een gaatje waar de zon even doorheen prikt. De wolken zijn nog dikker boven Frankrijk en dat wolkenpakket gaat geleidelijk aan naar het oosten opschuiven. En dat betekent dat Italië en Zwitserland daarmee te maken gaan krijgen. En in het noordwesten van Italië en het zuiden van Zwitserland gaat erg veel regenwater vallen. En op de grotere hoogte uiteraard ook sneeuw. Kan voor overlast gaan zorgen de komende 24 tot 36 uur. Maar in Nederland hebben we daar geen last van. We hebben wel last van die bewolking met vanmiddag misschien nog een spatje motregen in het oosten en een bui in het westen. Een graad of 11. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. We houden nog steeds een paar opklaringen in de westelijke helft van het land. Naar het oosten toe de wolken en het koelt af naar een graad of 8. Uiteindelijk de minima vannacht tussen 5 en 8 graden. Kan wat nevelig worden, een enkele mistbank misschien. En verder is het op de meeste plaatsen toch wel droog. Maar morgen overdag gaat de bewolking in het noordoosten weer wat dikker worden. En daar kan in de loop van de dag ook weer op grotere schaal regen en motregen gaan vallen. In het westen is daarvan geen sprake. Pal aan zee misschien een enkele bui. Maar verder is het droog met af en toe een opklaring 11 graden. De dagen die volgen zien we 10 graden maximaal op de thermometers op de donderdag en de vrijdag. Donderdag na een paar buien meest droog en geregeld zon. Vrijdag regent het enige tijd waarna de zon ook weer doorbreekt en er nog een paar buien vallen. En zaterdag wordt waarschijnlijk een droge dag met geregeld zon. Dan is het 12 graden. Die temperatuur die gaat de dagen daarna de volgende grafiek vertonen. Met zondag nog wat hogere temperaturen. We zien de onzekerheid wel toenemen en we zien ook de verschillen tussen dag en nacht groter worden. Nou, dat betekent dat de wisselvalligheid er langzaam maar zeker toch ietsjes uit moet gaan. Hoe groter de verschillen tussen de dagtemperatuur en de nachttemperatuur, hoe groter ook de kans op wat opklaringen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.